Net als in 2010 wil Rotterdam de start van de Tour de France organiseren. Daarover ga ik praten met de directeur van Rotterdam Topsport, Peter Blanger. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jacks.nl en Startportaal. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Peter Blanger, directeur van Rotterdam Topsport. Hoe gaat het met jullie organisatie in zijn algemeenheid? Ja, eigenlijk goed. We zijn weerbaar gebleken, ook in de lastige coronatijd. Natuurlijk zijn er een hoop evenementen gecanceld, met name in het eerste jaar, in 2020. Mm-hmm. Maar ja, de topsport heeft ook nogal wat vrijstellingen gekend. Dus dat we toch nog wel wat evenementen konden laten doorgaan, ook in coronatijd. Weliswaar zonder publiek, maar gelukkig lukte er nog een en ander. En ja, de mooiste stappen die we hebben gemaakt is dat we inmiddels de mooiste turnhal van Europa in het topsportcentrum hebben weten te realiseren. Daar traint het turnteam van Team NL. En ja, een ander leuk nieuwtje is dat we per 1 april, het is geen grap, open gaan met het tijdelijke vechtsportcentrum hier vlakbij aan de Sportlaan. Okay. Tegenover 1908. En daar gaan we Team NL boksen hosten met nog een paar andere kleinere vechtsportprogramma's. Dus ja, daar zijn we heel erg blij mee. Waarom is dat belangrijk voor de stad? Ja, nou ja, je krijgt eigenlijk gewoon de dagelijkse zweetlucht in het Rotterdamse van topsporters. Je hebt je rolmodellen, heb je binnen de gemeentegrenzen. Maar het leuke is ook dat ook die accommodaties ook beschikbaar zijn voor de turnverenigingen en boksscholen in de stad. En het judo en dergelijke. En wellicht nog het allerleukste, ja, gewoon ook de kleine kinderen hier, die kunnen gewoon hun idolen gewoon live komen bekijken. Ze zijn in de stad, dus ik denk dat we alle thema's daarin heel goed hebben verweven. Het is belangrijk voor een stad als Rotterdam dat we natuurlijk een sportieve uitstraling hebben, dat we een gezonde levensstijl promoten. En daar waar we kunnen, dragen wij ons steentje bij. En ja, met name hier op Zuid natuurlijk, Stadionpark. Het gaat hier over sport en topsport. Dus ik denk ook dat we precies op de juiste plek zitten. Voordat we praten over die ambitie die ik net al beschreven om die start van de Tour. Was in 2010 al hier nog een keer binnen te halen. Even nog wat andere zaken over corona. Die periode ligt hopelijk achter ons. Al weten we nooit hoe het verder gaat. Zijn jullie in die tijd, Peter, massaal sponsoren kwijtgeraakt? Nou, het was in het begin natuurlijk echt wel even ingewikkeld. Hè? Toen de pandemie uitbrak, ja, het is inmiddels alweer 2 jaar geleden, maar toen hebben wij natuurlijk ook wel even voor een paar serieuze uitdagingen gestaan. Hè? In een week annuleerde je meerdere evenementen. Mm-hmm. Nou, bij die evenementen hebben we vaak ons partnernetwerk ook aanwezig. Mm-hmm. Hè? Daar doen we ook vaak de workshops en de kennisuitwisseling. Ja, je hebt dat even niet meer. Dus we hebben daar echt wel een risico-inschatting gemaakt. We hebben al onze sponsorpartners persoonlijk benaderd. Okay. Dat hebben onze medewerkers, Fred van Duivenbode, Diana Schultz en ik ook mede gedaan. En ze ook allemaal eigenlijk voorgelegd de situatie en hoe daarbij om te gaan. Mm-hmm. Het leuke vanuit ons partnernetwerk was dat eigenlijk unaniem is iedereen ons trouw gebleven en loyaal. Soms hebben we wel gepaste oplossingen aangedragen. Want ja, het hotelwezen, de toeleveranciers van evenementen. Ja, ja. Daar hebben we een groot aantal van in onze sponsornetwerk zitten. Ja, daar lag de business natuurlijk helemaal plat in 1 keer. Alle omzet viel weg. Nou, dan gaan we daar natuurlijk geen factuurtje naartoe sturen. Nee, dat hebben we gewoon geregeld met elkaar. Ja. Daar hebben we zelf het initiatief. Rotterdam zou ik bijna zeggen. Daar hebben we zelf het initiatief ingenomen. En nou ja, dan blijkt dat bleek achteraf een hele goede zet te zijn. Vaak viel de omzetdaling ook nog mee. We hebben zelfs bij die sportevenementen die we toch nog konden laten doorgaan, ook de Rotterdamse hotels weer behoorlijk wat klandizie nog kunnen toewijzen. We hadden nog een Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo. Ja. Nou, die zaten ook weer in onze hotels. Een e-triathlon hebben we gedaan met een hoop triatleten die in de stad waren. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus achteraf viel het mee. Maar het antwoord op je vraag is, ons sponsornetwerk is zelfs in coronatijd nog een beetje uitgebreid. Mooi, dus, dat is goed om te horen. Ja, daar zijn we onwijs blij mee. En ook de loyaliteit van ons partnernetwerk blijkt enorm te zijn. Dus. Nu ben jij als Olympisch gouden medaillewinnaar en oud topsporter gewend om met tegenslag om te gaan. Helpt dat als je directeur bent in coronatijd? Ja, nou ja. Of is het te makkelijk gedacht? Kijk, ben ik op zoek naar iets wat er niet is, Peter? Zeg het maar. Nou ja, kijk, je bent natuurlijk wel gewend aan wat aparte situaties. Ja. Of dat soms ineens er iets kan gebeuren wat je daarvoor niet voorzien had. Mm-hmm.
Ja, ik ben altijd een scenario-denker. Okay. En kijk, als het goed gaat, dan heb je geen ander plan nodig, want dan loopt het allemaal wel. Maar het is toch wel lekker als je een plan B achter de hand hebt op het moment dat er iets gebeurt. Of, nou ja, zo'n pandemie als nu uitbreekt. Mm-hmm. Ik vind ook een onderdeel van als, nou, ik ben dan directeur, dan mag er ook wel iets van leiderschapscapaciteiten verwacht worden van mij. Ja, dan moet je wel staan voor je troepen. En dan moet je wel uiteindelijk bepaalde keuzes maken. En ook gewoon zeggen, jongens, dit is de situatie. Ik snap voor iedereen allemaal ingewikkeld, maar we gaan wel die kant op. Dus ja, keuzes maken hoort er dan wel bij. En die hebben we gelukkig ook gemaakt. Dat doe ik niet alleen. Hè. Ik heb natuurlijk mijn medewerkers die daar ook mij van raad en daad voorzien. En ook vol in die frontlinie staan. Hè. Er staat een raad van toezicht achter die mij aan alle kanten ondersteunt. Dus ik heb wel zo mijn plekken waar ik ook wel even te raden kan gaan. Maar ja, we gaan wel er vol in. En ja, Jan-Dirk, ik raak niet zo snel van de leg als er iets gebeurt. Ik weet nog een Olympische finale van heel lang geleden. Waar we op het 26 jaar geleden. 26 jaar geleden. Waar we op het busplatform stonden te wachten vanuit het Olympisch dorp om naar de venue te rijden. De hal waar we de finale in zouden spelen. Nou, het was de slotdag van de Olympische Spelen. Nou, volgens mij hadden ze het busplatform al een dag eerder ontruimd. Want er was in ieder geval geen bus. Nee. Dus nou ja, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of de finale gaat niet door, of er komt ander vervoer. Nou ja, dat laatste bleek het geval. Want dat scenario denken, om dat onderwerp toch maar af te ronden, is voor mij wel topsporter eigen. Want je moet, als je een Olympische finale speelt, of maakt het uit, een oefenwedstrijd weten. Bij een achterstand doen we het zo. Als dat niet loopt, gaan we zo spelen, ja, toch? Ja, klopt. Dat komt daar wel vandaan. Kijk, volgens mij is het ook bij goed ondernemerschap. Ik zit er waarschijnlijk tegenover eentje, zoals ik je ken. Ja, je moet toch altijd wel uitgaan van bepaalde situaties, zodat je je op het moment supreme niet kan laten verrassen. Dat zou een hele slechte zijn. En ik ben wel een scenario-denker. Dus ja, ik word natuurlijk wel eens verrast, maar ik heb eigenlijk altijd wel een plan B achter de hand. En ik denk ook graag in oplossingen. Ja. Want alleen maar zeuren van het gaat niet goed en we kunnen niks. Ja, daar ga je de wereld ook niet mee veroveren. Nee. Vooral kijken naar wat er nog wel kan. En nou ja, wat ik ook al zeg, wel voor de troepen staan om keuzes te maken. Dan die ambitie om de Tour de France opnieuw naar Rotterdam te halen. In 2010 was die starten, was ik zelf ook. Prachtig, bijna alle Rotterdammers waren daar. In hoeverre is het gewoon dat een stad die zo'n mooi evenement mag organiseren, dat binnen 15 jaar weer doet? Nou, ja, dat is... Is dat ongewoon? Dat is niet gewoon. Nee. Dat is eigenlijk uniek. Want jullie willen hem in 24 of 25? Ja, het liefste wel. Nou ja, tot op heden is dat een zeldzaamheid gebleken dat de Tour de France, de Grand Départ, de Tour start, meerdere malen in dezelfde plaats in het buitenland plaatsvindt. In Frankrijk zelf is het zelfs al uniek als dat gebeurt. Daar is het al wel een paar keer gebeurd. Maar ja, we denken een dusdanig unieke propositie te hebben. En we staan er ook bij de ASO, de moedermaatschappij van de Tour de France, dusdanig goed op als stad. Dat we ons goede kansen toedichten dat we hem opnieuw gaan krijgen. Waarom staan we er goed op? De stad heeft natuurlijk een enorm sportieve uitstraling. 2010 en ook de Grand Passage in 2015, toen Utrecht de Grand Départ had, hebben Rotterdam op een dusdanige manier ook bij de ASO gepositioneerd dat het eigenlijk een team met een griffel is gebleken. Qua organisatie, qua wat er allemaal kan, de mogelijkheden in de stad. Hè. De hele binnenstad die was natuurlijk gewoon beschikbaar voor de renners. De plaatjes waren idyllisch. En ja, dat heeft de tourorganisatie natuurlijk ook gezien. We hebben altijd contact vanuit de stad, contact gehouden met de organisatie zelf. En daar ook wel weer in geproefd en gevoeld dat opnieuw een toerstart naar Rotterdam halen tot de mogelijkheden behoorde. Het echte onderscheidende is daarin dat we eigenlijk al begonnen zijn met de activatie die uiteindelijk moet leiden tot de Tour de France start zelf. Het is een ingewikkeld woord, ik heb hem zelf niet verzonnen, maar we hebben het over de pregacy, de pre-legacy voorafgaand aan die toerstart. Waarin we ook gewoon de schoolgaande jeugd activeren door een scholenprogramma. Met een tourbus al die scholen daar gaan bezoeken. Dat hebben we afgelopen jaar al gedaan. 3500 leerlingen bereikt. Toen 2 maanden proef gedraaid. Voor het komend voorjaar staat 4 maanden tourbus op het programma. Ja, die ASO die ziet dat ook allemaal. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal gepresenteerd aan ze. En juist dat imago, dus schoolgaande jeugd, vrouwenkoersen, toertochten, charity rides eraan gekoppeld met het Erasmus MC onder andere. Tourtegenkanker.nl. Ga allemaal kijken daar naartoe op de website. Ja, al dit soort additionele zaken
maakt het ook voor de Tour de France natuurlijk heel interessant om opnieuw te zeggen, jongens, prachtig wat hier gebeurt. Fietsmobiliteit, gezondheid in de stad, jeugd in beweging. Dat zijn ook allemaal thema's waar de ASO op aanslaat. Ja. Dus, nou ja, dat hebben we in de vele gesprekken en het onderhouden van het netwerk met de ASO ook echt geproefd dat dat voor hun belangrijke thema's zijn. En daar zetten we volop in. Dus ook al krijgen we de Tour niet. Ja, ik eet bijna mijn schoenen op als dat gaat gebeuren. Want we gaan er natuurlijk vanuit dat die wel komt. Maar ja, we zijn al eigenlijk gewoon begonnen met de hele lancering van alles wat er rondom de Tour speelt op dit moment. En ja, dan is natuurlijk het toetje dat je de grote Grand Depart weer naar de stad kan halen. Samen met Den Haag overigens. Ja. Dus ja, we promoten ook nog de hele metropoolregio. Ja. Ja. Dus het zijn alleen maar kansen, joh. En het is natuurlijk een wereldsgroot evenement. Ja. Waarin we Rotterdam opnieuw weer als gewoon internationale sportstad op de kaart kunnen zetten. Komen we op terug. Het gaat dus om het overtuigen van die ASO. Dat hebben ze gedaan, onder meer met een video. Die gaan we nu bekijken. Why do we dream? We dream because we dare to think big. We dream to go bold and go past our limit. It gives you focus and excitement. It makes you strong and resilient. A dream sets a bar far for you to reach, even if it's seemingly impossible. Dreams make you take a leap, set goals, and achieve them. This is my dream. And mine. We intend to host the Grand Depart of the Tour de France in Rotterdam, because we believe in the connecting power of the Tour. We know it will help us achieve our dream to create a vibrant society where everyone connects. It's our goal to host a tour that sets the bar for future editions. A tour in an inclusive environment and with a diverse audience. A tour that contributes to the health and resilience of Rotterdam and her inhabitants. This is the chance to make a change, to take that leap. No dream too big. No hill too steep. Connect dreams and goals and make this your tour. This is my dream. This is my goal. This will be my tour. Rotterdam. Make it happen. Peter, het gaat om het binnenhalen van die tourstart. Is dat nou lobbyen en inderdaad je als stad onderscheiden en evenementen rondom die tour organiseren, of ook simpelweg een zak met geld aan die ASO geven? Ja, nou ja, kijk, de ASO is natuurlijk een commerciële organisatie. Dus natuurlijk zit daar een fee voor de organisatie bij. Mm-hmm. Anderzijds nemen je ook heel veel werk uit handen. Er komt natuurlijk een hele karavaan en batterij met promotie. Mm-hmm. De tour zelf die komt voorbij. De hele regie van wat je in beeld wil hebben, dat pakken ze ook allemaal op. Dat is net als bij de Formule 1. Dat zijn allemaal eigen camerateams die dat allemaal organiseren. En dat doen ze tiptop. Dus je hebt natuurlijk een partij City Marketing. Dat wil je niet weten. Mm-hmm. Maar dat er een prijskaartje aanhangt, dat mogen duidelijk zijn. Officieel weten we dat natuurlijk allemaal nog niet. Hoeveel dat was. We weten vanuit het verleden dat dat een x-aantal miljoenen waren. Maar goed, budgetair. Is dat duurder geworden, denk jij? Nou, het zal niet goedkoper zijn geworden, vermoed ik. En dat hoort er nou eenmaal bij. Anderzijds weten we ook vanuit het verleden dat iedere euro die Rotterdam toen heeft geïnvesteerd met ruim een factor 2 is teruggekomen naar de stad. Mm-hmm. Vanuit exposure, maar ook alle hotelovernachtingen, de hele horeca die er natuurlijk ook enorm van heeft geprofiteerd. Dus daar hangt een. Wat dat betreft legitimeert het ook de investering vanuit de stad. Hoe is de rol en taakverdeling met Den Haag? Stel dat die tour er komt, hè? Dan heb je natuurlijk in de week voorafgaand een programma. Ja. En op zaterdag is de echte start, de proloog vaak. Ja, ja, die is hier. Ja, dat klopt. Nou ja, eigenlijk is het een vijfdaagse. Ja, het begint op woensdag of zo? Het begint al op woensdag met een ploegenpresentatie. Op de donderdag heb je dan vaak een parcoursverkenning in de stad. Mm-hmm. Op vrijdag de proloog. Op zaterdag hebben we dan de etappe Rotterdam-Den Haag. Mm-hmm. Met een finish op de boulevard van Scheveningen. Mm-hmm.
En dan als laatste dag, dan weer een toerstart in Rotterdam. En dan is het vooruitzicht dat hij dan richting het zuiden zal gaan. Okay. Via nog een aantal steden die daar ook mede in willen participeren. Is er al iets van een parcours bekend of helemaal niet? Het was toen starten bij Zuidplein, weet ik nog? Ja, er is een voorstel. Kijk, de proloog die zal natuurlijk ongetwijfeld weer alle mooie stukken van het centrum van Rotterdam meepakken. Dus dan moet je over de Erasmus, moet je over dan de boompjes. Dat klopt, ja. Die is overigens op zaterdag. Het is allemaal één dagje later. Excuses daarvoor. Ja. Maar ja, daar hebben we dan weer een parcours voor ogen voor de echte tijdrijder natuurlijk. Maar wel weer met Zuidplein als plek waar het start allemaal. Nou, dat moeten we allemaal nog bekijken. Okay. We hebben natuurlijk een aantal, ik denk dat Zuidplein en met name natuurlijk Ahoy, dat zal weer onze permanence worden. Mm-hmm. Dus daar zijn alle tourcaravaanwagens staan daar. De hele regie zit daar vervolgens. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het epicentrum in het Rotterdamse. Dat is toen in 2010 ook heel goed bevallen. Maar goed, de proloog zelf die zal natuurlijk veelvuldig gewoon door het centrum van Rotterdam gaan. Nou ja, de brug, je kan het eigenlijk allemaal zo invullen. Ja. Dus ja, en dan de volgende dag hebben we eigenlijk de hele metropoolregio op het programma staan. Waarin alle gemeentes daar zo'n beetje onderdeel zijn van het beoogde parcours. Ik blijf het nogmaals herhalen. Uiteindelijk bepaalt de ASO waar we allemaal langskomen. Mm-hmm. Waar we mogen als organisatie daar wel een voorstel doen. Ja. Wat we graag natuurlijk allemaal willen laten zien. En een beoogd parcours hebben we ook al in het bidboek opgenomen. Dus, nu zijn jullie de afgelopen periode daar geweest, hè? Om met die mensen te praten, je stem te laten zien. Je geeft dat bidboek aan ze. Mm-hmm. Hoe is dan dat proces? Wanneer wordt er wat besloten? Ja, nou, dat is... daar is eigenlijk geen blauwdruk van joh, op die datum wordt het weer bekendgemaakt. Oké. Okay. Wat we wel doen, we gaan over 3 weken gaan we naar Nice toe met een bescheiden delegatie vanuit de stad. Met de projectorganisatie onder andere. Daar is dan de finish van Parijs-Nice. Voor de wielerliefhebber hoef ik niet uit te leggen wat dat is. Ja. Ook weer onder de auspiciën van de ASO. Mm-hmm. Rond Parijs-Nice wordt ook de toerstartplaats van 2024 bekendgemaakt. Dat zou hem al kunnen zijn. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Anderzijds, mijn gevoel zegt, dan hadden wij waarschijnlijk nu al wel gehoord of een signaal ergens opgevangen dat we hem mogelijk zouden kunnen krijgen. Okay. We zijn wel uitgenodigd daar. Dus nou, dat is al een belangrijk signaal van dat wij een zeer serieuze kandidaat zijn. En we hopen daar dan wat meer informatie te krijgen. Het is ook een regel, toch? Het ene jaar in Frankrijk starten, ander jaar erbuiten. Ja, dat is nu in Kopenhagen? Ja, dit jaar is Kopenhagen. Maar in 23 is het Bilbao. Dus dat is ook al buiten Frankrijk. Dus of ze nou een derde jaar achter elkaar buiten Frankrijk alweer 24 Rotterdam zouden aanwijzen. Ja. Dat acht ik niet waarschijnlijk. We weten ook dat 24 natuurlijk Olympische Spelen in Parijs zijn. Dus dat kan natuurlijk een groot Frans feestje worden. Ja. Ja, wordt het 25? Nou ja, dan zullen we nog een jaartje langer geduld moeten hebben. Als we hem maar krijgen, Jan Dirk. Ja, gevoelsmatig zeg ik. Ja. Het is helemaal niet erg om in een niet-Olympisch jaar te zitten, toch? Nou, ik weet niet of het handig is om te zeggen, maar ook al wordt het 26. Zeg, jongens, dan slapen we nog maar een jaartje langer. Mm-hmm. Hebben we langer de tijd om het nog beter voor te bereiden. Maar als we hem maar krijgen voor de stad. Ja, dat signaal is heel belangrijk. Nou ja, wellicht praat ik voor mijn beurt. Maar we hebben al wel wat andere signalen ook uit de ASO-organisatie gekregen. Okay, welke? En die zitten met name richting de Tour de France Femme. Voor de vrouwen? Ja. De vrouwen Tour de France. Die wordt ook uitgebreid. Dat wordt ook echt een grote meerdaagse koers. Afgelopen jaar was het nog maar 1 etappe tijdens de Tour de France. Dat wordt al minimaal 5 tot 7 dagen nu. Mooi. En men heeft Rotterdam ook gevraagd of wij daar een rol in willen spelen. In het traject ook richting uiteindelijk de Grand Depart van de mannen. Okay. Daar hebben we ook positief op geantwoord. En we hebben ook een gesprek al gepland staan met de organisatie van de Tour de France Femme. Okay. Dus, en welk jaar gaat dat, weet je dat? Nou ja, ik hoop natuurlijk kort voorafgaand aan de grote Grand Depart. Ja. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we daar in 23 of maar ik denk meer gericht op 24 daar al een signaal krijgen van Rotterdam, jullie kunnen je daarvoor klaarmaken. En zou het ook om een start van dat evenement gaan of weet je dat niet? Ja, nou ja, of een mogelijke etappe. Okay. Hè? Dus dat men al vanuit Rotterdam richting het zuiden gaat en daarna Frankrijk in met de vrouwen. Ja, je weet, ze finishen op de Champs-Élysées. Dat is ook bij de vrouwen van toepassing.
Ja, normaal gesproken is het zo dat de finish van de vrouwen is de Grand Départ start van de mannen. Mm-hmm. Of precies andersom. Hè. Dat mm-hmm. proberen ze wel aan elkaar te verweven. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat we allemaal te zien krijgen. Ja. Los van mooie wedstrijden en Nice in deze periode. Ja. Nou, hier schijnt nu ook het zonnetje, maar daar net even vaker. Mm-hmm. Is altijd lekker. Maar het is goed om weer contact met ze te hebben. En ook te zien wat ook Nice allemaal rondom die, in ieder geval die finish daar allemaal organiseert. Ja, want ook daar doen ze bijvoorbeeld de toertocht, hè, de zogenaamde L'Étape by Le Tour. Mm-hmm. En dat is ook een onderdeel van onze propositie om dat hier ieder jaar in de stad te herhalen. Ja, ja. Even weg van die tour. Dit is een evenement. Ja, een evenement, een geweldig evenement. Als je eenmaal die tour hebt meegemaakt, dan wil je hem eigenlijk elk jaar voelen en proeven. Ja, ja. Dat is de ervaring. Staan er meer zaken op stapel als het gaat om grote evenementen? Ja, nou ja, kijk, Rotterdam heeft natuurlijk ieder jaar al ergens een WK. Dit jaar hebben het WK vrouwenvolleybal een groot gedeelte van in de stad. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat dat natuurlijk op bovengemiddelde interesse van mezelf kan rekenen. Logisch, ja. We hebben proposities lopen rondom een WK handbal en een WK turnen voor de komende jaren. Okay. Gaat het over 25 en turnen 26. Turnen is ook al geweest, hè, een keer? Turnen is ook al een keer geweest. Was ook een heel groot succes. In Ahoy, ja. In Ahoy ook. Nou ja, met zo'n accommodatie zijn we natuurlijk gezegend in de stad. Nu met RTM Stage erbij hebben we nog meer mogelijkheden. Ook de WK handbal zal natuurlijk, mochten we die krijgen, ook in en om Ahoy plaatsvinden. Ja, maar de andere aan een land of aan een stad toegewezen? Hoe gaat dat? Ja, aan een land en soms is het zelfs aan twee landen. Oké. Nederland en het handbalverbond heeft al wel gekozen voor Rotterdam als we hem toegewezen krijgen. Okay. Dus ook gezien de mogelijkheden die we hier hebben. Maar ja, het allermooiste stipje aan de horizon is voor 2030. Het is nog een heel eind weg, 8 jaar. Maar Rotterdam heeft de ambitie om de Youth Olympic Games naar Nederland te halen. Oké. En als we dat evenement krijgen, dat is nog een stapje groter dan... En daar weten we relatief weinig van, hè? Hoe groot is dat? Nou ja, dan heb je het over 5000 atleten die daar in tal van diverse takken van sport actief zijn. Dat is het groot. Is het voorportaal voor de grote Olympische Spelen. Mm-hmm. Maar om het heel plat te slaan, skateboarden, snowboarden vanaf de Winter Games, breakdance, 3x3 basketbal. Mm-hmm. Allemaal de hippere sporten nu op de grote Olympische Spelen. Die hebben allemaal hun geboorte gevonden tijdens de Youth Olympic Games. Oké. Okay. En ja, het past natuurlijk ook prachtig bij gewoon waar we met de Rotterdamse sportnota voor staan. Voor een jonge, vitale, sportieve samenleving. Mm-hmm. Waar jong en oud, groen, geel, donker, licht, allemaal prima. Gehandicapt, waar die gewoon allemaal zijn plek kan vinden. En daarom denken we ook dat juist die Youth Olympic Games daar zo mooi bij past. Het is ook tevens de afronding van de gebiedsontwikkeling Stadion Park rondom 2030. Dus ja, we dachten ook van dat zou een uitgelezen mogelijkheid zijn om dan zo'n mooi evenement, met name op het kloppend hart Rotterdam-Zuid, daar te positioneren. Maar jij rekent op een nieuw voetbalstadion ook, begreep ik. Nou ja, ik kijk dat regelmatig... Dat is de stad al 12 jaar gedeeld of zo. Ik verbaas me erover dat dat nieuwe stadion er nog steeds niet staat. Mm-hmm. Ik snap alle belangen. Hè? Ik snap ook alle emoties die erbij zitten. Laten we zeggen, we hebben er geen invloed op. Ik kan alleen maar zeggen dat eigenlijk iedere voetbalclub die ooit een nieuw stadion heeft betrokken, die zijn er echt enorm op vooruit gegaan. Alleen, de emotie en zeker ook de aanwezigheid in de oude Kuip. Ik heb daar ook veelvuldig gezeten. Yeah. Wij zijn daar ook businessclub lid. Yeah. We komen daar graag. Dus we gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het is aan de mensen die daarover maar gaan. Jij bent oud topsporter. Ja. Je hebt het allerhoogste in jouw sport bereikt. Je bent directeur van een organisatie. Als jij nou vanuit jouzelf naar dat proces kijkt, hè, waar gaat het dan mis? In de stad van niet lullen, maar poetsen, zijn we verdomme, zeg ik, al 12 jaar aan het lullen. Ja, het is heel bijzonder. Want als ik ook zie hoe snel we toch de beoogde financiële middelen vanuit de gemeenteraad geaccordeerd krijgen om te gaan voor zo'n Tour de France-ambitie. Mm-hmm. Ja, dan vind ik het toch heel bijzonder dat een project Nieuw Stadion, dat dat zo ingewikkeld blijkt te zijn. Mm-hmm. Kijk, waar het aan ligt, daar heb ik veel te weinig inzicht in het dossier. Wat ik van buitenaf proef, is dat met name de emotie die rondom al dan niet de bouw van een nieuw stadion heerst, dat die vooral het hele proces enorm in de weg zit. Mm-hmm. En juist het clusteren van de emotie en het juiste gevoel en het juiste draagvlak, als dat niet klopt, dan kan je plan nog zo goed zijn.
Maar dan krijg je de troepen niet in beweging. Mm-hmm. Dus ja, en dan komt het ook aan op sterk leiderschap. En nou ja, we hebben natuurlijk ook allemaal gezien wat daar voor neveneffecten allemaal bij kwamen kijken. Ik heb dan echt wel te doen met ook de decision makers in zo'n proces. Want dat is natuurlijk niet eenvoudig. En kijk, ik zit maar gewoon lekker op mijn kantoor naast de Kuip. Ja. In het topsportcentrum, allemaal prima. Ja, ik kijk daar heel nuchter tegenaan. Maar ik weet ook wel wat het is. Als je wel een beetje onder druk staat of ongeveer de halve stad op je schouders hebt met voor- en tegenstanders. Mm-hmm. Ja, maak dan nog maar eens de juiste keus. En de tijd, Jan Dirk, ja, die heeft natuurlijk niet geholpen. Bouwkosten enorm gestegen. Ja. Moeilijkere tijd, corona eroverheen, et cetera. Andere grote politieke vraagstukken ook in de stad. Ja, het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Wat me ineens te binnen schiet, hè? Zijn voor jullie als organisatie en voor de ambitie van de stad om evenementen binnen te laten, verkiezingen nog belangrijk? Of zit topsport inmiddels zo in ons DNA dat het eigenlijk niet uitmaakt wie er aan de macht zijn? Nou, de verkiezingen zijn altijd belangrijk, hè? Want je krijgt toch weer een ander college, een nieuwe coalitie. De raad die gaat natuurlijk om een aantal plekken veranderen. We hebben toevallig voorafgaand aan het ABN AMRO tennisfinale op de zondag hebben we een sportdebat gehouden met 11 politieke partijen daar aanwezig. En laten we zeggen, het hele politieke scala kwam daar voorbij. En het grappige was om daar te constateren dat de politieke partijen het op alle thema's die sportgerelateerd waren, het eens waren. Okay. Ja, men vond topsport belangrijk, men vond breedte sport belangrijk en men vond sport voor de stad heel belangrijk. En dan moet je ook denken, dan gaat het ook om gewoon sporttoestellen in bepaalde wijken, achterstandswijken, waar gewoon zowel jong als oud lekker kan bewegen. Dat die er ook gewoon komen. Anderzijds, men is ook voor het naar de stad halen van dit soort grote, echt wereldse topsportevenementen. Ondanks het prijskaartje wat eraan hangt, omdat ze weten dat het heel belangrijk is voor de stad. Daar was een enorm uniformiteitsgevoel aanwezig en ook echt de energie van jongens, wij gaan ervoor. Ik durf ook wel te zeggen, kijk, Rotterdam heeft zich al decennia lang onderscheiden als een zeer sportief ingestelde stad. We zijn meerdere malen sportstad van Nederland geweest. We hebben een geweldige sportnota. Daar hebben we ook als organisatie zelf een klein beetje aan mee mogen schrijven en denken. We zitten daar echt allemaal op dezelfde lijn. Daarom is het ook zo jammer dat juist de grootste sporticoon van de stad, in deze Feyenoord, toch zoveel problemen heeft met uiteindelijk de ontwikkeling van dat nieuwe stadion. Dus dat vind ik eigenlijk, ja, het is bijna on-Rotterdams wat daar gebeurt. Want normaal maken wij heel snel stappen. En is het een stad die van helemaal plat gebombardeerd weer zich heeft opgericht. En nu is het gewoon de grootste havenstad van Europa. We hebben de beste burgemeester van de wereld hier rondlopen. Ik kijk nu uit op de hoogbouw. Het is de enige stad in Nederland met een echt serieuze architectonische hoogbouw en skyline. Ja jongens, hier moet dat toch kunnen. Ja. Dat klinkt nou niet frustratie, wat is een oproep, wat is het? Nee, nou ja, weet je, ik ben ooit begonnen hier met mijn in ons gesprek ook met het betoog van, joh, ik denk graag in kansen. Yeah. Ja? En ja, hier, zeker bij dat stadion dossier, zijn het toch zoveel de beperkingen die dan op een gegeven moment leidend zijn. En maar weer uitstellen, en maar weer uitstel. Nou ja, een bekend Nederlands spreekwoord luidt van uitstel komt afstel. Ja, de vraag is of we daarmee gebaat zijn. Ja. Kijk, ik weet ook, de Kuip is natuurlijk een geweldige beleving. En als ik er zit, joh, ik geniet intens. Hè, al van kleine jongen af aan. En ik heb hier nog beneden natuurlijk nog wel serieus moeten bukken. Omdat de bierflessen hier ook nog over je hoofd vlogen. Toen was er nog een benzinestation waar nu het topsportcentrum staat. Dat weet ik ook allemaal nog. Maar ja, we kunnen toch niet meer verder met zo'n gedateerd stadion. Daar moet wat gebeuren. Ja. En kijk, of het nou de oude Kuip blijft en dat daar een enorme renovatie gaat plaatsvinden, of dat men per jaar een kwart sloopt en daar een nieuw stuk neerzet. Jongens, allemaal prima. Maar je moet uiteindelijk door. Hè? Op een gegeven moment is het afgeschreven en is het dusdanig gedateerd. En volgens mij heeft de Feyenoord-organisatie zelf ook aangegeven dat ze door moeten, ook gezien het businessmodel. Ja, ja. Dus ja, er gaat sowieso wat gebeuren. Ja. Terug naar waar je hiervoor bent, de Tour. Spreek je goed Frans? Bien sûr. Ja, want dat moet volgens mij zo met die gasten, met meneer Preud'homme en de zijne praten. Nou, ik heb wel een serieuze uitdaging. Want, jij weet het, maar ik heb natuurlijk lang in Italië gewoond. Ja, en Frans en Italiaans zitten redelijk in hetzelfde klankgenre. Ja. De een met iets meer emotie en de andere met iets meer andere klanken.
Alleen, ik versta veel in het Frans. Maar als ik het moet gaan antwoorden, ja, dan verval ik toch weer op mijn Italiaans. Dus als hij zegt startgeld 7 miljoen dan, of 5, dat verschil jij niet, of wel? Nou, in cijfertjes ben ik al helemaal scherp. Okay. Want ja, ik moet natuurlijk ook zorgen dat het allemaal een beetje klopt qua Excelletjes. Wanneer is Parijs niet trouwens? Ja, is half maart. Oké, okay, dus jullie gaan binnen een paar weken naar Frankrijk. Ja. We verwachten voor eind maart dat de toerstartplaats van 2024 bekend is gemaakt. Oké. Okay. Alleen ook de ASO heeft daar nooit harde deadlines in. Ze kiezen en zelf het moment. Maken ze niet bekend? Of het zou informeel misschien kunnen? Of? Ja, informeel hopen we natuurlijk op een signaaltje. Maar formeel maken ze pas volgend jaar dan bij weer Parijs-Nice. Dus in 2023. De startplaats van 25 bekend. Okay. Dus ja, we zullen misschien ook nog wel wat geduld moeten hebben. Maar we houden de lijntjes kort. Patience. En patience. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er ook om. We zijn eigenlijk al gewoon helemaal met de activatie begonnen. Wij gaan door met de scholenprogramma's, de toertochten, de charity rides, et cetera, et cetera. We hebben het Rotterdam Fietsfestival, het Cycling Festival deze zomer. 15 tot 17 juli. Heb ik gelezen, ja. In de stad. Rotterdam de Heek Airport, een zeer pontificale plek daarin. Het is een driedaagse. Het heet 16 over, Peter, in deze stad. Ja, dat heet nog steeds 16 over. Ja, ik heb het ook zelf niet verzonnen, maar ik kom uit het Haagse. Dat weet je ook nog wel. Daar ligt 16 over, lag daar precies tussenin. Ja, hè? Ja, ja. Maar ja, op de vrijdag weer scholen en jongeren die lekker kunnen gaan fietsen. Op de zaterdag de toertocht. En op de zondag komt er ook een ladies ride. Dus voor iedereen is daar wat wils. En wat is nou mooier om lekker op je fietsje te gaan zitten of op je racefiets, om lekker hier door deze prachtige omgeving te gaan toeren. Zelfs ik doe het. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Peter. Nou, jij bedankt. En jullie bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Ruhr Lunchbreak. Tot dan. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Jacks.nl en Startportaal.